Anneke, je gaat zo meteen letten op de halslijn, dat die niet lubbert. Klopt. En het moet er ook gewoon echt professioneel uitzien. Eigenlijk niet dat je het zelf hebt gemaakt, nee, toch? Daar gaan we vanuit. Dat is het leukste. Hoe doe je dat? Ik heb hier een patroontje uitgeknipt, of het modelletje. En je ziet dat deze is niet verstevigd. Als je daar niks mee doet, heb je de kans dat dat na heel veel bewegen en trekken, dat die gaat lubberen. En dat willen we niet, dat ziet er niet uit. Om dit te voorkomen, moet je de halslijn fixeren. Dus met dit materiaal? Ja, met dit materiaal. Dat plakt aan één kant, dat zit geen rek meer in. Zo op deze manier fixeer je de halslijn. Vervolgens heb ik ook de schoudernaden van het achterpand gefixeerd, zodat de rek uit de schouderlijn is. Want anders dan lopen je schouderlijn op een gegeven moment bij je ellebogen. Dus eigenlijk rondom, helemaal zo, maak je het gewoon helemaal stevig alvast. Zo is het. En dan ga je het beleg er tegenaan. Ja, het beleg heb ik ook verstevigd. En het beleg is eigenlijk gewoon de extra voering. Dat is een extra binnenkantje om je halslijn mooi vorm te geven. En dan zie en dan je dat krijg dit, je dus dit. Dit effect. Duidelijk? Ja. Wil je nog vragen? Zou het zo kunnen? Nou, doe je best.